De fans van NAC mogen bijna nooit op eigen vervoer naar een uitwedstrijd. Ze worden uit veiligheidsoverwegingen verplicht om met de zogenaamde buscombi te gaan. De verplichte busreis is opgelegd door de burgemeester van de stad waar NAC te gast is. Die heeft, als het goed is, door de politie een risicoanalyse laten uitvoeren. En daar gaat het mis. Het is eigenlijk gewoon een hoop broddelwerk. Er zit geen structuur in. Het hangt aan elkaar met leugens, verzinsels. Oude informatie, geen informatie. Ze lezen vaak verkeerd. Ja, kortom, het is een hoop prutswerk. Het zijn harde woorden, maar gebaseerd op onderzoek dat de clubraad van NAC onlangs samen deed met Fanzine de Rad. Via de wet openbaar bestuur vroegen zij alle stukken op en kwamen erachter dat de burgemeesters de regels aan hun laars lappen en onterecht verplichte busreizen opleggen. Zijn ze dan illegaal bezig? Ja, ze houden zich feitelijk niet aan alle juridische kaders die gesteld zijn. Dus zo kan je het wel stellen inderdaad, ja. Dus die burgemeesters houden zich niet aan de regels en het wordt tijd dat, wat mij betreft, iedereen eens goed wakker wordt en ook de landelijke politiek dit eens gaat oppakken. Want dit kan eigenlijk helemaal niet wat er hier gebeurt. De supporters maken zich zo druk omdat zij vinden dat gewone mensen ook gewoon behandeld moeten worden. Ze zijn allemaal heel erg bang voor de gemiddelde nachtsporters en denken dat wij een of andere losgeslagen horde supporters zijn die overal alles afbreken. Maar dat is helemaal niet zo. We hebben nagenoeg geen incidenten gehad en als er wel iets gebeurt, dan moet het dadengerichte aanpak zijn. En het moet niet zijn dat de goede onder de kwade moeten leiden elke keer. Het doel van de fans is om de dialoog aan te gaan met de burgemeesters. En ze willen nauwer betrokken worden bij de besluitvorming. Maar als dat niet lukt... Ja, we moeten maar eens even kijken wat er mogelijk is als er een burgemeester weer geen enkele grond heeft voor een combi. Maar eens een kort geding aanspannen.